Minister Suharto Mustaja van Arbeid heeft gisteren in de congreszaal een presentatie gehouden over 1 mei, de Dag van de Arbeid. De lezing was georganiseerd door het Nationaal Informatie Instituut, NII. Mustaja hield zijn gehoor voor dat in de jaren 30 er door de eerste vakbondstrijders Anton de Kom en Louis Doedel is gestreden voor gelijke arbeidsrechten. Door deze aanzet van dezelfde strijders is in de jaren 70 het ministerie van Arbeid ontstaan, zegt de bewindsman. Het was geen verworvenheid van de belangenbehartigers van de werkende klasse. Het was recent gegeven door premier Dr. Jules Sedney. En in dat jaar werd voor de eerste maal de Dag van de Arbeid 1 mei 24 voor het eerst gevierd. Werd besloten door de Tweede Internationale. Dat was een internationale organisatie voor socialistische politieke partijen en vakbonden om op 1 mei een internationale strijddag voor een 8-urige werkdag te organiseren. Dit was bedacht door de Amerikaanse vakbond American Federation of Labor, de AFL. De eerste viering van de 1 mei 1890 ging gepaard met grote demonstraties in de VS en verschillende Europese landen, ook in Nederland. Vanaf toen werd besloten om jaarlijks 1 mei te vieren. Mustaja vertelde verder dat in het Vredesverdrag van Versailles van 1919 de Internationale Arbeidsorganisatie ILO de strijd voor verantwoorde werktijden al vroeg erkende. Deze strijd lag ten grondslag aan de eerste 1 mei protesten van de werkenden. Van 1919 tot en met 1937 was arbeid geen handelsproduct, vandaar de erkenning door de ILO, zegt de minister. De ILO nam als eerste het werktijden verdrag aan. Het ILO-statuut legde vast dat werkers mensen waren met kwetsbaarheden. Vandaar dus, labor is not a commodity. Arbeid is geen handelswaar, bepaalde het statuut. Het zou ongeveer 3 decennia duren voordat het uitgangspunt zijn beslag zou vinden in de Surinaamse arbeidswetgeving. Aan de andere kant werden verdragen aangenomen door de ILO en geratificeerd door het voormalig moederland, maar niet altijd in dezelfde mate van toepassing verklaard op de kolonies. Suharto Mustaja, minister van Arbeid. Hij hield gisteren een presentatie over de Dag van de Arbeid. De lezing is georganiseerd door het Nationaal Informatie Instituut en is gehouden in de congreszaal.